Hey Nova Soest, sta je lekker te dansen? Ja. Ja. Toen ik aankwam liep je al te dansen. Ja, ik moet bij Engels een liedje, heb ik dan, zo leren wij Engels, dan doen ze zo'n dansje en dat zit nu in mijn hoofd. Bij Engels op school? Ja. Oké. Welke school zit je, de ABS? Acacia of nu. Oké, in de Klarenbeek? Ja, bij Klarenbeek. Oké, dus wat kleinere school, hè? Ja, dat is wel heel leuk. Ja, vind je het leuk? Ja, dat is heel goed. Veel leuker. Nou, dat is heel goed. Ja. Hey, Nova Soest, we zijn in de Schouwburg. Ja. En heb je er wel eens eerder op dat podium gestaan waar je nu staat? Ja, ik heb er heel veel zin in. Ja? Zeker. Maar was je hier al eens eerder op dat podium? Heb je hier al eens iets op gedaan? Nee, nog niet. Nee. Maar papa heeft me wel eens een rondleiding gegeven, dat wel. Ja, want Nova Soest, en voor de mensen die jou nog niet kennen, er zijn steeds meer mensen die jou natuurlijk wel al kennen. Maar je bent Nova Soest, Siwa Bessie. Ja. Maar je vader, dat is ook wel een bekende, ja, dat is een bekende Nederlander, hè? Middelburger in ieder geval. Middelburger zou ik eerder zeggen. Ja, wat doet hij? Hij is gitarist bij Welen. Bij Welen, ja. Nou, Welen die stond hier pas geleden in de Schouwburg. Ja, Middelburger. Heel grappig. En het grappige is nu dat jij de volgende week staat. Ja. Vertel daar eens over, want je speelt. Je speelt in musicals. Ja, ik speel musicals. Momenteel speel ik in Pietje Bel, als Pietje. En volgende week, op 17 november, sta ik hier zo. En dat wordt natuurlijk heel leuk. Ja, vind je dat spannend? Of vind je, want je zegt echt zo, ja, dat wordt heel leuk. Maar ben je dan niet een beetje zenuwachtig? Klein beetje, omdat er heel veel bekenden in de zaal zitten. Dus ja, allemaal familie, vrienden, ja. Mensen van school? Ja, sommigen wel, ja. Nee, maar hoe ben je daar nou bij terechtgekomen? Want ik weet dat je moeder die houdt van dansen, je vader houdt van muziek maken. En dus jullie kennen waarschijnlijk wel allemaal mensen. Maar hoe kom je nou bij een musical terecht? Nou, eerst heb ik auditie gedaan voor Charlie in Chocolate Factory, oftewel Sjaak in de Chocoladefabriek van Theater Alliantie. Want ik wou heel graag ook op een podium staan, want ik hou heel erg van dansen, zingen. En toen heb ik het ontdekt. En toen ging ik auditie doen voor Veruca, maar toen ben ik Casper geworden. Oké. En toen mocht ik door het hele land toeren en daar was ik heel blij mee. Maar dan ga je auditie doen in de grote stad of zo, in Amsterdam? Of? Ja, in Amsterdam. Oké. Meestal wel. En waren er dan veel concurrenten, de andere kinderen die ook wilden? Ja, er waren wel nog een stuk of 5, 6 kinderen nog wel bij. En mijn beste vriendin en ik zijn doorgegaan. En toen kwamen we bij elkaar in het groepje. Ja, dat is toch superleuk. Ja. Maar nu heb je dan ook echt een hoofdrol. Ja, inderdaad. Ja, en nou las ik daarover dat dat Pietje wordt door verschillende mensen gespeeld. Ja. Maar hoe zit dat dan? Want dat is dan per voorstelling anders of zo? Ja, je hebt... een kind mag maar 24 speeldagen per jaar. Ah. Dus je mag maar 24 keer per jaar spelen. Dus hebben ze 4 groepjes. En die spelen dan om zijn beurt. Oké. Maar net als dan jouw laatste optreden, waar was dat? Barneveld. In Barneveld. Ja. En dat is dan allemaal 's avonds of is dat 's middags? Dat verwisselt. Dus soms is het 's avonds, soms is het 's middags en soms is het allebei een beetje. Ja, maar als jij nou, want je bent nog maar 10. Ja. En dus stel je dan moet je 's avonds spelen. Hoe laat ben je dan thuis als je klaar bent helemaal? Ja, als het heel ver is, dan ben ik echt soms pas wel middernacht thuis. Want de shows 's avonds zijn om 7 uur. Dat is niet mis, hè? Dat is, dan ga je soms nog later naar bed dan ik. Ja, soms is het wel heel laat. Ja, dat ja, wel. Ja, maar je bent er inmiddels al een beetje aan het trainen, of niet? Ja. Ja, en mag je dan zondags uitslapen van je ouders? Ja, tenzij soms... Ik heb wel een keertje gehad, denk ik, dat het op zondag was. En dan ging ik gewoon wat later naar school. Ja, dat vond hij het niet zo erg. Ja, superleuk. En in die rol, wat doe je nou precies? Want je zegt al een beetje dansen, maar doe je ook dansen in die voorstelling? Of? Ja, ik dans, zing en acteer. En kan je dat ook tegelijkertijd dansen en zingen? Ja. Heb je zin om een heel klein stukje te doen? Echt zo'n piepklein stukje, zodat we een beetje zien. Maar dan moet je een klein beetje verder naar achter gaan. Ja hoor. Ik zal de Roes nummer even een stukje doen. De zwarte hand, in hand, de zwarte hand, in hand, verleg een steen, verander het land. De zwarte hand, in hand, de zwarte hand, in hand, verlos onze broeder, verstevig de band. Verlos onze broeder, verstevig de band. We staan als nieuwe helden in de krant. In hand! Woe. Dat is het laatste stukje van het liedje. Dat doe je heel spontaan, zeg. Ja. Maar ja, je hebt het al veel geoefend, denk ik. Heel veel. Doe je dat thuis dan ook nog steeds oefenen? Ja. Maar ik vind dat je dat hartstikke goed doet. En je hebt een beetje hoge stem, hè? Maar je danst er gelijk bij. Ja, dat vind ik wel knap, hoor. Het is een heel lang nummer, dus je moet wel heel veel conditie hebben. Ja. En hier nu in Middelburg, is die voorstelling al uitverkocht? Of zijn er nog kaartjes voor de mensen verkrijgbaar? Er zijn nog kaartjes te koop, maar het is al wel bijna uitverkocht. Ja, dat is lekker. Want dan zal ik de camera's even omdraaien. Kijk, want nu zien we de zaal eens een keer leeg. Ja. Dat is toch echt wel een
flinke zaal, hè? Of heb je al grotere zalen gezien? Ja, bij Charlie wel. En bij Pietje denk ik ook wel. Maar je speelt meestal in Schouwburg, toch? Ja, maar ook wel in theater. Gewoon normale theaterzalen. Ja? Ja. En waar ik dan ook nog benieuwd naar ben natuurlijk, want je bent nog maar 10. Ja. En dan krijg je meestal zomaar een zakcentje, maar krijg je hier nou ook voor betaald? Ja. Ja? Nou, dat is wel heel fijn. Dus je bent gewoon eigenlijk al professioneel, dat zeg ik het goed, toch? Of niet? Een soort van. Je bent pas professioneel als het echt helemaal je werk is. Ja, het is ook al wel een soort van werk, want ik werk eigenlijk gewoon en theater is ook werk. Ja. Ja, dat is superleuk. En nog maar 10, dus je kan nog alle kanten op. Je gaat naar school. Ja. Denk je dat je hierin verder gaat? Ja, dat wil ik heel graag. Ja? Ja. Wil je dan in musicals blijven doen? Of wil je zangeres worden? Wat droom je van? Mij lijkt het heel leuk om natuurlijk nog steeds in musicals te blijven spelen. Maar het lijkt me ook heel leuk om dingen in te spreken. Of in films is ook heel leuk. Eigenlijk ben je voor alles... lijkt me allemaal leuk. Ik heb een beetje het gevoel dat het wel goed komt bij jou. Je staat er lekker onbevangen in. Je bent een leuke meid. En bedankt. Op de toekomst voorbereid. Ja. En dan wens ik je heel veel plezier. Of wil je nog iets even... Wil je zelf nog iets vertellen? Wat de mensen moeten weten over jou of over het... Over de musical. Kom vooral gewoon kijken. Helemaal goed. Super, dankjewel hè. Alsjeblieft.